Het aantal klachten over vliegoperaties van het leger is in 2009 toegenomen tot zo'n kleine 7800 klachten. Dat zijn er ruim 2500 meer dan een jaar eerder. Dat staat in de nog niet openbaar gemaakte jaarrapportage geluidshinderklachten van de Koninklijke Luchtmacht. Het commando Luchtstrijdkrachten wijst meerdere oorzaken aan voor de duidelijke stijging. Zo is er meer geoefend met een systeem dat bermbommen kan opsporen. Hierbij is er vanaf vliegbasis Volkel in augustus en oktober boven Brabant veelvuldig geoefend met de lawaaiige NAVO-brander. Daarnaast zou het geluidsoverlast ook te wijten zijn aan de verplaatsing van alle legerhelikopters naar de basis in Geelserijen. Het ministerie van Defensie gaat ervan uit dat de toename incidenteel was. Zo zijn er dit jaar minder oefeningen en de aanvliegroutes rondom Geelserijen zijn aangepast. Daarnaast gaat het ministerie ervan uit dat omwonenden gewend raken aan de veranderingen.